Welkom bij de vijftiende aflevering van Steven spreekt. Het is vandaag nog steeds 1 november 2024 en ja, het is nu al de vierde aflevering voor deze podcast die ik vandaag op deze vrije dag opneem, omdat ik wat teksten in te halen had. Vandaag, of in deze aflevering beter gezegd, breng ik jullie een tekst. Die ik schreef op 24 oktober 2024, dus ja, ongeveer een week geleden. De titel was Tines Energieplan, golven van onkunde. Ik ga dadelijk de tekst beginnen voor te lezen, want ik heb in mijn vorige afleveringen al een beetje te veel. Uh, ja, gepraat en mijn eigen niet kunnen inhouden. Uh, en anders ja, zit ik hier de uh, hele dag te praten. En uh, ja, de bedoeling is dat ik door de tekst te brengen. Uh, want ja, daar heb ik over nagedacht. En daar staan meestal toch wel juiste en sterke zaken in. En uh, als ik hier begin te freewheelen, is de kans groter dat ik een keer iets lomp zeg. En dat gaan we trachten te vermijden. Dus ik begin. Wat lezen we vandaag in de krant? De kosten voor het energieeiland in de Noordzee dreigen op te lopen tot 7 miljard euro. Een veelvoud van de oorspronkelijke schatting van 2,2 miljard euro door minister van Energie Tine van der Straten. Jarenlang werd zij door de pers geprezen als een briljante minister, maar het lijkt eenvoudig om dat imago. Hoog te houden, wanneer je met miljarden kunt schuiven alsof het klein geld is. Wanneer zal er eindelijk een journalist opstaan om te belichten hoe schadelijk haar beleid werkelijk is geweest voor ons land? Het energieeiland wordt een knooppunt van windenergie op zee om groene, goedkope energie te voorzien voor onze gezinnen en bedrijven, vertelde minister van Energie Tine van der Straten op 3 oktober. 2023. Dat is dus nog maar net iets meer dan een jaar geleden. Het is overigens niet alleen de verantwoordelijkheid van ons tinnen. De milieuvergunning voor het project werd verleend door toenmalig minister van de Noordzee Vincent van Quickenborne van Open Vld. U weet wel, nog zo'n briljant figuur. Soms vraag je je af of er misschien iets achter de scherm of eerder onder tafel speelt. Maar dat zou in ons land natuurlijk nooit gebeuren. Of toch? Oordeel vooral zelf. De afgelopen jaren raak ik steeds vaker gefrustreerd door de incompetentie van onze politici. Vooral de Vivalde regering was een ware ramp. De kosten van het groene wandbeleid zijn nauwelijks te berekenen. Toch lijkt het de Vlaming nauwelijks te interesseren. En helaas blijven ook de journalisten van de gesubsidieerde media. Opvallend stil. Kijk bijvoorbeeld naar Petra de Sutter, het andere zogenaamde genie, genie van groen. Ze is constant op televisie en wordt door velen op handen gedragen. Maar heb je ooit een minister, heb je ooit een journalist gezien die schrijft over het aandeel van Bepost, waarvoor zij als minister verantwoordelijk is, van 10 euro naar 2,40 euro is gekelderd? Daar is anderhalf miljard euro in rook opgegaan. Maar op televisie krijgen we vooral te zien hoe goed ze kan koken. En dat lijkt de Vlaming prima te vinden. Het is werkelijk onmoedeloos van te worden. Dan terug naar ons tinnen. In oktober 2020 was er rotsvast van overtuigd dat we tegen 2025 geen kernenergie meer nodig zouden hebben in ons land. Goed. Ik moet toegeven dat we nog een paar maanden hebben en misschien komt Tine inderdaad nog met een wonderoplossing. Ze is ten slotte nog steeds de verantwoordelijke minister. Toch blijf ik bij de mening die ik al in 2020 had. Het is niet alleen dom, maar ronduit absurd om kernenergie volledig af te schaffen. Gelukkig was Boucher van de MR er om de definitieve kernuitstap te blokkeren. Hij was de enige binnen Vivaldi met nog een beetje gezond verstand. De rest was helaas te kortzichtig. En nu zit hij opgescheept met gigantische schulden en een energiefactuur die de komende jaren alleen nog maar zal stijgen. Met al het geld dat de afgelopen jaren onder het bewind van Tine en haar collega's is verspild, hadden we kunnen investeren in nieuwe kerncentrales die ons dag. En nacht van energie zouden voorzien. Dit zou niet alleen hebben gezorgd voor stabiele, betrouwbare energie, maar ook voor meer onafhankelijkheid van andere landen. We hadden kunnen bouwen aan een zelfvoorzienend toekomstgericht energiesysteem. Toch blijf ik hopen dat de Vlaming uiteindelijk inziet hoe schadelijk het beleid van de afgelopen jaren is geweest. Maar er is nog tijd om het tijd te keren. Als steeds meer mensen bewust worden van de keuzes die zijn gemaakt, kunnen we gezamenlijk aandringen op verandering en op een koers die echt in het belang van onze samenleving ligt. Ik zal in ieder geval blijven schrijven met de overtuiging dat we samen kunnen streven naar een betere toekomst en dat verandering mogelijk is zolang we de juiste weg inslaan. Voilà dit was mijn tekst van 23, 24 uh, oktober. Ik ga er ook niet meer woorden aan vuil maken. Uh, ja, ik hoop dat eindelijk meer mensen het gaan zien. Groen is een drama. Tine is een ramp. Die is niet achterlijk, maar echt gadachtelijk. en sorry, dat is echt niet mooi om over een persoon te zeggen. Maar die vrouw die heeft ons werkelijk miljarden gekost en dat gaat ons en ook de komende jaren gaat die ons nog miljarden Kosten en ja, ook opnieuw, ik heb daar een paar afleveringen geleden gezegd: van ik blijf van overtuigd dat de fouten die gemaakt zijn tijdens de coronacrisis voor, door bepaalde mensen moeten bestraft worden. En ik hoop dat ooit gebeurt, maar hier ons Tine, minister Tine van der Straten, door haar onkunde hebben we zoveel geld verloren dat die voor mij ook gewoon moet, ja, die zou. Allee, hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk zou zo iemand moeten kunnen gestraft worden, uh, want dit is gewoon, ja. Hoe moet je al zeggen? Dat is, ja, je mag niet stelen. En een dief die wordt terecht door een rechter veroordeeld, en die moet in de gevangenis gaan zitten, etcetera, cetera, uh, En eigenlijk, wat Tine hier gedaan heeft, die heeft ons allemaal bestolen. En je kunt niet zeggen dat dat prongelijk was, want uiteindelijk waren er honderden, duizenden mensen die haar hebben gewaarschuwd: van doe het dan niet. Maar ja, uh, ze heeft het toch gedaan en we gaan er nog allemaal jarenlang helaas voor betalen. En ik vind dat ja, echt een schande. Maar goed, het is uh, weekend. Uh, ik heb nog steeds mijn vrije dag. Uh, ik zal het hier belaten. Heel graag tot een volgende aflevering.